Bibu Den Haag, een gerenommeerd autoschadeherstelbedrijf. Alles wat met de auto te maken heeft, kunnen wij voor u repareren. Wekelijks worden bijna 50 auto's vakkundig gerepareerd met liefst 7 jaar garantie. Autoschadeherstel Bibu Den Haag. Meer dan alleen schadeherstel. Freekick Sport, de specialist op het gebied van voetbal en hockey. Wij hebben de gezelligste winkel met de beste merken, deskundige mensen en een fantastisch assortiment. Kijk op onze Facebookpagina en webshop of kom langs op het De Savornin Lomanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Behang en woninginrichting Paradijs, John van Zweden. Alle merken behang, raam- en wandbekleding en vloeren. Kom langs in onze winkel. 2 etages woonplezier. Behang en woninginrichting Paradijs, John van Zweden. Oude Haagweg 20, Den Haag. Het Haagse Verduurhuis in de Nobelstraat is marktleider op het gebied van kunst en antiek veilingen. Het oudste nog actieve veilinghuis in Nederland heeft nu ook een filiaal aan de Oder 18 in Den Haag. Loopt u gerust eens langs in de Nobelstraat of in de Oder tijdens een van de kijkdagen. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Weekend. We gaan praten over actuele voetbalonderwerpen en uiteraard terugblikken op het afgelopen voetbalweekend. En dat we, ik doe het samen met Rob Blankenstein en Ben van Dam. Heren, hartelijk welkom. Ja, toch even te beginnen met ADO Den Haag. Het speelde thuis in het Carl Jean Stadion tegen AZ. En de trainer had nogal wat wissels ingebracht. Om te beginnen, Rob, een nieuwe doelverdediger, Luc Koopmans. Ja, niet onverstandig denk ik, want Haverkotte maakte vorige week tegen Feyenoord uit natuurlijk een hele zwakke indruk. En dan is het gewoon zaak om een andere keeper te proberen. En dan blijft alleen Koopmans over, want Swinkels is al bekend geblesseerd. En ik moet zeggen, hij deed het uitstekend gisteren. Ja, hij maakte heel veel zelfverzekerde indruk. Pakt ook nog een aantal goede ballen. Dan zou je als zeggen, luister eens, al is Daak Swinkels beter. Vrijdag naar Emmen uit, gewoon laten staan. Ja, dat zou ik ook doen. Alleen ik weet niet of hij problemen heeft met kunstgras. Want je krijgt nu kunstgras in Emmen. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Ik zou hem inderdaad gewoon laten staan. De jongen heeft uitstraling, heeft een goede lengte voor een keeper, zeg maar. Dus ik denk dat er geen enkele aanleiding is om een wissel toe te passen. Nee, Ben, een nieuwe man op rechts aanvallend. Een klein mannetje, Crescencio Summerville. Ja, het is een lekkere voetballer. Dat is wel een voetballer ga je voor naar een stadion, denk ik. Ja, dat is ook een voetballer waar denk ik het Haagse publiek van houdt. Hè, van zo'n type, lekker snel, onberekenbaar, acties maken. Is een heel licht ventje, want je zou bijna zeggen als hij hem, schop hem niet, anders gaat hij het hek over de tribune in. Maar die jongen heeft gewoon wat en ik denk dat het wel aanspreekt bij het Haagse publiek. Ja, kijk maar even naar de aanval. Ik denk dat daar natuurlijk wel een beetje zwakte zit. Ik bedoel, je had Elson Hooy draaien. Ja, daar blijf ik van zeggen, Hooy. Dat vind ik altijd een aardige pinch zitten, maar vanuit de basis is het niet. Dat klopt. Ik had hem ook liever als bij wijze van spreken in de tweede helft pas ingebracht en zien worden. Ja, en dan stel je Miral Kramer vanaf het eerste minuut op. Ik vind dat een beetje verwonderlijk, want normaal als je topscorer, 3 goals, nee zit, die begint dan op de bank. En dat werkt ook niet bij het zelfvertrouwen van die jongen, denk ik. Nee. Dus ik vind het een beetje een vreemde keuze, maar goed, daar wordt voor gekozen, het is niet anders. Nee. Maar het blijft natuurlijk zaak in die voorhoede dat daar meer power in komt. Ja, maar hij speelt ook niet sterk, Kramer, want ik bedoel, hij is lang, hij heeft niet één kopduel gewonnen. Als je dat vergelijkt met Neesit, die kan als hij aangespeeld wordt een bal vasthouden, ja, waardoor de aansluiting is, hij is snel kwijt. En Neesit heeft toch niet gefaald, vind ik, in de voorgaande wedstrijden. Te meer dat hij gewoon kooltjes af en toe meepikt. Dus, en hij heeft niet gefaald. Dus waarom is dan de aanleiding om hem wel te wisselen? Ja. Ja. Maar ik heb het ook in de eerste helft toch eens gekeken. Omdat ik vind Hooy een lekkere voetballer. Voor zo'n tweede helft, als een verdediger al een beetje moe gedraaid is, komt hij erin. Lekker snel. Eerste helft had hij 16 balcontacten. En 12 keer balverlies, ja, dat is te veel. Dan kun je bijna
weet je dat, dan ga je wisselen. Dat, en ja, Fons Groendijk doet dat meestal niet in de rust. Dus dan weet je dat na een minuut of 10, 15 die wissel gaat, gaat komen. Dan Bilal Ulcik. Ja, dat, dat vorige week bij Feyenoord en nu tegen AZ Idemito. Hij gaat zijn vent achterna. En dan is er inderdaad een aanvaller die verdedigt. Ja, en dan zie je toch, hè, vorige week heeft die jongen dezelfde fout gemaakt, kost een penalty. En dan denk ik dat in de week die dan volgt, dat de trainer en de technische staf met zijn jongen op tafel gaat zitten en hem laat zien met beelden van wat hij niet goed doet. Dus er zal deze week uitvoerig over gesproken zijn. Ja, en dan flikt hij het eigenlijk weer tegen AZ. En dan kan ik wel iets voorstellen dat een trainer dan toch maatregelen neemt en zijn jongen wisselt. Ja, dan gaat hij als een zijn kleinkind stampend naar de zijkant. Eigenlijk moet hij de hand geven aan de trainer en zeggen, sorry, ik heb weer een fout gemaakt. Maar goed, dat zit bij de jongens er niet in. Dus ik vond het een logische wissel. Ja, hij maakte nog een beetje een rare schijnbeweging in de richting van de ja, arts. Ja, clubarts Bas Bulder die ging bukken, maar gelukkig deed hij dat niet. Want anders heeft hij helemaal een probleem, denk ik. Maar ik vind het al de manier, en dat zie je wel vaak hoor, jongens die op hun tenen getrapt zijn als ze eruit moeten. Ga er toch volwassen mee om, man. Je weet dat je een fout maakt en dan moet je er maar van leren. Ja. Het zijn goed betaalde profs. Zeker. Kijk nog even door naar het middenveld. Dion Malone vond ik weer een sterke wedstrijd spelen. Bruikbare kracht. Ja. Dat laat iedere keer weer zien. Ik denk dat hij ook kan spelen. Dus die een beetje kracht op dat middenveld mee kan brengen. Want Danny Bakker zit natuurlijk niet in de beste fase van zijn carrière op dit moment. Dus ik vond dat wat dat betreft gewoon een hele logische wissel. Ja, en dan hebben we Tom Haaien nog achter de hand. Precies. Ja. Ik had toch wel verwacht dat hij ingebracht zou worden. Nou, daar wordt niet voor gekozen. Want... Maar goed, die moet je eerst bezig zien natuurlijk. En van alle spelers die tot nu toe nieuw binnen zijn gekomen bij Adelaag, vind ik eigenlijk een dissonant die Bilal Ulcik. Ja. Die heeft tot nu toe niks laten zien. Niet alleen door die twee akkefietjes in die wedstrijd tegen Feyenoord en dan zondag tegen AZ. Maar ook daarvoor maakt hij geen hele sterke indruk. Dus ik denk dat het wat dat betreft voorlopig even over is voor hem. Ja, wat wel goed was, de defensie, want daar hoef je weinig aan te veranderen. Ik vond Milan van Ewijk weer een prima wedstrijd spelen. Pinos, Beugelsdijk, betrouwbaar. Nou ja, zeker. Achterhoede staat op dit moment goed. De enige zwakke punt vind ik nog steeds Meijers. Ik vind hem nog steeds niet een sterke indruk maken. Misschien verdedigend. Aanvallend was die, vond ik hem niet slecht als hij opkwam. Nee, maar goed. Je hebt ook wat jongens die daar eventueel zouden kunnen spelen. Dus die nieuwe jongen, even zijn naam kwijt. Die Joegoslavische naam. Ja, maar goed, Cibicki zit naar voren. Die andere jongen die nog later binnenkwam. Ja, maar dat is een verdediger. Die ook een verleden heeft bij ADO. Ja. Probeer die maar een keer op die linksback-positie. We gaan het verder afwachten. Wat wel aardig was voor de wedstrijd, Ben, was natuurlijk een goed moment. Het was de afsluiting van die knuffelactie. Vorige week ingezet bij de wedstrijd tegen Feyenoord uit. Ook AZ-supporters hadden daar aan meegedaan. Ik bedoel, die waren nu ook aanwezig. Dat is een fantastisch, die hele actie. Maar ja, dan hebben we hier zo'n gemeenteraadslid, Arnoud van Doorn in Den Haag. Die gaat dan weer allerlei rare opmerkingen erover maken. Ja, ik zal ze niet herhalen, want het lijkt me niet zinvol. Ja, dat is gewoon niet handig. Ik denk dat zo iemand ook spijt heeft als haar op zijn hoofd dat hij zulke dingen zegt. Nou, blijkbaar niet, want er werd ingesproken door die Mark Weterings, een van de initiatiefnemers bij de gemeenteraad. En ja, hij verzuimt dan om ook excuses aan te bieden. Ja, nou goed, dat is helemaal dom en ik denk dat het zijn pakje aan is, maar... Ik vind het niet handig, zeker niet als je in die functie zit, dan mag je dat natuurlijk nooit zeggen. En zeker die fout niet maken. Nee. En dan een schuld geven aan een stagiaire. Ja. Die waarschijnlijk helemaal niet bestaat. Nee. Maar goed, dat is ook heel belachelijk. Die was overenthousiast geweest, ja, had hij gezegd. Belachelijk. Maar goed, zijn hele voorkomen en dergelijke wekt al irritatie op. Ja. Want dan stuurt hij zijn vrouw, die ook ineens helemaal bekeerd is tot de islam, die stuurt hij bewust met een niqab, stuurt hij de tram in. Alleen maar om te zorgen dat er op een gegeven moment een opmerking wordt gemaakt. Hele misselijkmakende man is dat. Ja. Dus, maar goed, elk woord wat je eraan besteedt is eigenlijk te veel aan zo'n figuur. Dus daar wil ik het even bij laden. Maar wat wel fantastisch was natuurlijk de opbrengst voor de kinderen. Ook 27.500 euro plus al die knuffels. Dat is natuurlijk een goede gest. Ik bedoel, dat is belangrijk voor de club, ook voor als supporters zijn. Dat actie, als je zo'n kind hebt en je zit ermee, dan denk ik dat je dat heel erg waardeert. Ja, dat is zeker. Dat werd ook in Rotterdam zeer gewaardeerd. Straks gaan we nog even praten over het amateurvoetbal van het afgelopen weekend. Maar eerst het voetbalweekend in Fotovlucht. Wie verscheen er zaterdag bij Die Hagen als assistent scheidsrechter langs de kant? Sebastiaan van der Starre, vorig jaar nog een belangrijke speler in de ploeg van Wim de Jong. Hij besloot na een ernstige blessure aan zijn hoofd te stoppen met zijn actieve loopbaan. En om bij de ploeg betrokken te blijven, nam hij nu de vlag ter hand. Laakkwartier bestaat dit seizoen 100 jaar.
Olivio aanvoerder Ludo van Adrichem bood de captain van Laakkwartier, doelman Alessandro Veugelers, voor de wedstrijd een bos bloemen aan. Een mooi gebaar. Na afloop waren de bloemen voor Olivio dat de strijd met 1-2 won. Maar Laakkwartier mocht de bloemen houden. De spelers van Olivio vierden de zege op de eerste competitiedag op het veld met een biertje. Een oude bekende op de hoge bomen. Wie verscheen er tegen Westlandia bij tegenstander FC Linde binnen de lijnen? Guillaume Fernandez, oudspeler van ADO Den Haag, waar hij zijn profloopbaan begon. Nu spelend voor FC Linde met Hans van der Haar als trainer. En dat is ook een oude bekende van ADO. Er kwam geen winnaar. Het werd 1-1 in Naaldwijk. Een triest begin van de competitie trouwens voor Frank van der Zwan van Olivio. Hij moest tegen Laakkwartier al na zo'n 10 minuten spelen op de brancard het veld verlaten. Sterkte Frank. Na twee nederlagen en een gelijkspel was zondag de eerste zege voor RKAVV een feit. De ploeg van trainer Maurizio Cercucci won op de Kasteelring met 4-1 van VOC. Vreugde dus bij een van de Leidschendamse treffers. En tenslotte de goedlachse Piet Boon voor de wedstrijd van zijn nieuwe club HVC 10 thuis tegen Valken 68. En ook na afloop had Piet reden tot lachen. De eerste drie punten zijn met een 1-0 zege binnen. En na afloop kan een extra biertje drinken dan geen kwaad, want hij kan lopend naar huis. Ja mannen, die Sebastian van der Starre is toch wel leuk. Zo'n speler die al die tijd op dat niveau bij de jaren heeft gespeeld. Ja, voelt zich niet te groot, pak gewoon die vlag om op die manier toch een beetje bij die ploeg te blijven. Is toch wel leuk. Nou ja, assistent scheidsrechters zijn er tegenwoordig. Die zijn natuurlijk niet bij Bosjes bij het eerste elftal te halen. Dat zal bij de jaren ook niet anders zijn. Dus dat is een hele leuke oplossing. En zo blijft die knaap toch betrokken bij het geheel. En zeker als je jarenlang bij het eerste elftal rond hebt gelopen. Ja, zeker. Nou goed, we zagen ook nog even Piet Boon voorbij komen. Ja, Piet Boon, ik werd al gezegd, goed last. Ja, Piet heeft er altijd plezier in dat... Ja, Piet Boon doet het overal goed in het Westland, denk dan maar. Hè. En dan hebben we het bij Honsersdijk natuurlijk fantastisch gedaan. En dan begint hij nu weer goed. Ja. Ja, die man heeft toch iets om goed te kunnen dijen in het Westland. Goed. Misschien is achteraan. Zeker. Nou goed, we gaan even terugblikken op het afgelopen voetbalweekend. Kijken we bijvoorbeeld bij Scheveningen. Nog geen doelpunt gescoord. Dat is toch een beetje pijnlijk. Hè? Het was overigens niet helemaal verdiend afgelopen zaterdag, maar toch. Ja. Dat gaat denk ik toch wel knagen. Ik bedoel, iedereen kan wel zeggen dat het niet zo is, maar iedere wedstrijd dat je nu weer geen doelpunt maakt, wordt daar over gesproken. En dat zal steeds meer de overhand krijgen. Dus dat gaat natuurlijk wel meespelen. Alhoewel, ik denk dat elke keer zit Scheveningen toch wel dicht tegen een zege aan. Het is elke keer wel weer pech. Dat is ook niet lekker, weet je. Dat is ook niet lekker voor de sfeer. En alles eromheen, dat gaat ook wel wat minder worden. Dus het wordt heel hard en heel snel nodig dat ze een goede prestatie gaan neerzetten. Ja. Misschien... dinsdagavond tegen Harkemaanse Boys. Voor de beker, ja goed. En daar misschien Tim Peters weer terug. FC Schavenzon op 0 punten en ook nog geen doelpunt gescoord. Een heel groot contrast met het vorige seizoen. Want toen draaien ze een geweldige eerste seizoenshelft. En nu nog geen doelpunt gemaakt. 9 tegen, ja. Ze hebben één mazzel. Achilles 29, dat is nog een zwakkere ploeg. Dus die zal ongetwijfeld uitvliegen. Maar het wordt tijd dat ze inderdaad wat punten gaan pakken, die mannen van de Elsinga. Ja, wat wel een grote handicap voor ze is, is dat Frank Broos langdurig geblesseerd is. Of hij dit seizoen nog terugkomt, is nog maar de vraag. En dat was natuurlijk wel de topscore van het Westland 2 jaar geleden. Dus dat hakt daar ook wel in. Maar dat ze zoveel moeite zouden hebben met het net vinden, dat had ik ook niet verwacht. Nee. We zullen dat ook bij Schavenzon een opmerkelijke wissel tussen de palen. Julian Juvenaar, vorig jaar onder de lat bij Forum Sport. Ja. Ja, die komt er dan in ten koste van Danny Koning. Ja. Ja, toch een gewaagde wissel van de trainer, moet ik zeggen. En ik heb begrepen, ik heb ook de eerste wedstrijd gezien tegen Sportlust. Die verloren is met 4-0, maar geen enkele goal was de schuld van... die Koning dus. Ja, ik vind het een beetje vreemd. Maar goed, in het Westland... Maar hij had Koning al eerder willen opstellen in een wedstrijd, maar die ging toen weer niet door. En daardoor mocht hij nog de eerste competitiewedstrijd tussen de paal staan. Ja, had hij eerder willen opstellen. Nee, hij had de keuze eerder willen maken voor de eerste competitiewedstrijd. Nee, maar op dat moment had Danny Koning nog die wedstrijd te goed. Ja, klopt. Maar ik heb wel begrepen dat ze vorige week met elkaar onder tafel hebben gezeten. Dat het de lucht weer een beetje geklaard is tussen die twee. Maar goed... Of dat zo blijft, ik moet het nog allemaal zien. Want zeker als de resultaten natuurlijk beneden peil blijven, ja, dan gaat de roep om een terugkeer van Koning toch steeds harder luiden, denk ik. Maar goed, aan de andere kant, Juvenal is natuurlijk een stuk jonger. Je kan nog jaren gebruik maken van Danny Koning. Ja. Of hij dat zelf Dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal natuurlijk. Goed, kijken we ook nog eventjes in de tweede klasse C, moet ik dan gaan zeggen.
DSO, dat speelt tegen Wateringseveld Kranenburg. Die zijn gepromoveerd. DSO, wat oude spelers erbij. Er wordt veel van verwacht dit seizoen. Ja, toch een gelijkspelletje daar. Ja, ik denk een behoorlijke krachtmeting. En Kranenburg snel op 2-0 voorsprong. Dat heeft DSO er nog wel recht kunnen breien. Ik denk dat dat zeker DSO een ploeg is die lang mee gaat doen en ook voor de bovenste plaats gaat strijden. Ik verwacht dat Kranenburg misschien gedurende het seizoen wel weer iets gaat wegzakken. Maar die hebben op zeker ook weer een goed team staan. Ja, in dezelfde klasse zijn er wel meer kapers op de kust. Ik denk een HVC 10. Ook begonnen met een overwinning. Klopt. Honsdijk natuurlijk 2 minuten voor tijd onderuit gegaan bij Voorschoten, bij de oude club van André Lauwens. En te werven, toch ook knap. Ja, zeker bij Westlandia. 3-1 gewonnen bij Westlandia, vind ik toch wel verrassend, moet ik zeggen. Maar goed, Huip Oostromsoede heeft elk jaar wel een ploeg. De meest exotische namen lees ik dan op een gegeven moment, zeg maar allemaal niks. Nee. Maar waar hij vandaan had, misschien dat hij een lijntje heeft ergens in Zuid-Amerika, ik weet het niet. Ja. Maar goed, ja, een lijntje hier, zegt dat ja. Maar goed, er zit nog heel weinig van te zeggen op dit moment. Pas na een wedstrijd of 5-6 kan je een beetje zeggen van... SVC 08, ook nog zo'n ploeg die meedoet. Klopt, en die verwacht ik toch wel dat die lang mee gaat doen, denk ik. Zeker gezien de toffe versterking die ze binnen hebben gehaald. En ook een beetje routine natuurlijk, met Michael Ross en dergelijke. Dus. Ja. Maar wie er uiteindelijk in die klasse tot het laatst toe mee blijft te doen, op dit moment kun je dat niet zeggen. Nee. Kijken we ook nog even in het zondagvoetbal. Ja, je kan analyseren wat je wil, maar HBS... Ze misten natuurlijk wel een aantal basiskrachten en dat voel je dan wel gelijk. Maar toch, het is wel weer een tik die uitgedeeld werd daar in het Hoge Noorden. Ja, HBS speelt gewoon wisselvallig, hè, qua prestaties in ieder geval. Er hoopt nu de jongens in te passen, dus dat gaat de ene week wat beter dan de andere week. Maar ik vind over de hele linie gewoon al onze top amateurclubs die landelijk spelen, hebben het allemaal heel moeilijk. En die staan toch allemaal bij de onderste regionen. En ze leggen het toch af op een gegeven moment in het landelijk gezien. Ja. De grote clubs waar ze terechtkomen die veel minder concurrentie hebben dan dat alle ploegen hier hebben. Want we concurreren elkaar helemaal gek. Ja. Qua spelers, we trekken alles bij elkaar weg. En in die dorpen merk je gewoon als er een goede speler is, gaat die gewoon spelen bij een hoofdklasse of bij een derde divisieclub. En bij ons hebben ze de keuze uit 5 of 6 mogelijkheden. Ja, zeker. Nou, we kijken naar op die derde divisie op zondag, Jong Aden Den Haag. Ik denk dat die hadden gedacht van, we gaan dit jaar wel meedraaien. Ja, maar goed, die samenstelling van dat jonge ADO, dat zegt men niet zoveel qua namen, dus dat is een beetje moeilijk in te schatten. Ze hadden natuurlijk vorige week die wedstrijd tegen ADO 20, die wonnen ze dan. Ja. Dus wellicht hadden ze nu gedacht van we pakken in ieder geval een puntje, het zat er niet in. Stonden er nog wel voor. Ja, dat wel. Maar het is net wat Ben zegt, hier in de regio, al die clubs, die kijken naar elkaar natuurlijk. Je ziet het aan Westlandia, de zondagattack dan, weer niet gewonnen, weer een puntje gesprokkeld. Krijgen toch, denk ik, toch wel een moeilijke seizoen op dit moment. Ja, en ze hebben ook de pech dat ze dan die Saboni missen, zoals afgelopen zaterdag. Van Bochhoven is natuurlijk weggegaan naar DSO. Dat was toch altijd wel een knaap die je op een gegeven moment in kon brengen, die toch wat oorlog maakte. Dus dat maakt het allemaal niet makkelijker voor de ploeg van Marcel de Koning. Dus ja, we moeten wel kijken hoe dat af gaat lopen. Maar ik heb er een hard hoofd in voor die clubs. Hoofdklasse, RKVV. Ja. Ja, belangrijke winst en ook duidelijke winst, hè, op VOC. Ja. Nou, ik denk dat RKVV een hele belangrijke winst heeft gehaald om in ieder geval aan te haken bij de middenmoot. Want die hebben een hele slechte start ook gemaakt. Terwijl ik wel vind dat ze een goed elftal hebben, dus die moeten beter kunnen. Ja, die hoofdklassen wat ik tot op heden heb gezien, lopen toch hele goede verenigingen bij met goed voetbal. Dat valt me heel erg mee. En nog even terugkomen op Jong ADO. Ik denk dat die de fout maken. Net zoals alle jonge teams die 2 of 3 jaar geleden zijn begonnen in de divisies, dat het wel de jongetjes is tegen de grote mannen. Ja, zeker. En dat zag je bij die andere jonge teams ook. Die gaan in het begin gaan ze razen, rennen. Ja. En dat is na 1 kwartier, 20 minuten over. En dan moeten ze tegen de grote jongens zoals Levi Swiebe en Rezo Di Hacho gaan spelen. En dat is een ander verhaal. Ja. Zeker weten. Dan sluiten we even af met de 2C. Fuk tegen DHC. Dat was natuurlijk een prachtig affiche op de eerste competitiedag. 1C. Dus, nee, 2C. Nee. 1C natuurlijk, eerste klasse C, uiteraard. Volgens mij zijn ze niet gedegradeerd. Nee, je hebt helemaal gelijk. Nee. Ja. Maar goed, DSC, de beter voetballende ploeg, heb ik begrepen. Ze hadden de mazzel, fuck dan, dat Verstraten weer een uitstekende vorm verkeerde. Die heeft natuurlijk een hoop ballen eruit gehouden. Maar als ik dat verslag dan lees in de Haagse Krant, dan is DSC wat dat betreft op dit moment qua ingespeeldheid van het elftal veel verder als fuck. Ja, fuck die... moet maar zien of ze dat goede seizoen, wat ze voorseizoen natuurlijk gedraaid hebben, dit seizoen kunnen herhalen. Maar nogmaals, dat geldt ook voor die andere klassers. Tijd zal het leren wat er gaat gebeuren.
En wie daar dan die favoriet is. Ik denk wel dat DSC in ieder geval een ploeg is die zeker mee gaat spelen voor de titel. En in ieder geval sowieso voor een na-competitieplek. Ja, want Ben, DSC heeft geen verkeerde ploeg. Nee, ze hebben een hele goede ploeg. Ik heb ze in de voorbereiding zien spelen tegen HBS. Ze hebben een aantal hele goede jonge jongens. Nauwman, Kooijmans, Van Roon. Ja. Met een aantal routiniers erbij. En ik denk dat dat gewoon heel goed klikt. Het elftal staat al wat langer. We hebben vorig jaar ook bijna in dezelfde samenstelling Ze waren bang met Jordi Brouwer dat hij wegging, maar maar niet gemist. Ik denk dat het juist voor een aantal spelers een bevrijdend is als zo'n een speler weg is die zoveel druk legt op dat elftal. Is wel een goede speler, maar die eist ook wel alles op. En dat nu hij weg is, gaan de anderen denk ik weer wat beter spelen. Goed, we gaan het afwachten. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Weekend. Ben, Rob, jullie weer bedankt voor jullie inbreng. Thuis bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer.